Mijn naam is Katrien Wiekaert en mijn connectie met Japan is professioneel. De reden waarom ik deze print bijzonder vind, is de gelaagdheid. Het eerste gevoel dat je krijgt is officieel eigenlijk. Maar als je wat dieper in de print begint te kijken, komen er een aantal andere aspecten naar boven. Enerzijds het gebruik van de kleur rood. Het rood in haar onderkleed. En dat rood zie je ook doorschijnen door de grijze voile van haar kimono. Ze heeft een rode band aan. Ze draagt boven haar hoofd een rood bordje. En er is ook het rode accent van wat ik vermoed het theecomfort te zijn binnen in het huis. Dus een aantal rode accenten die de aandacht trekken en die eigenlijk een soort van opening maken naar die vrouw. Boeiend is ook dat ze een specifieke waaier gebruikt, die ze losjes tussen haar knieën houdt. Geen erg formele pose. Die waaier is een Ushiwa, is eigenlijk een beetje een mondaine waaier. Dus dat maakt dat deze vrouw, dat er daar iets gewoons aan zit, zal ik maar zeggen. Iets niet zo formeel. En anderzijds is er ook het schaduwspel met vrouwenfiguren achter de shoji. En dat schaduwspel, dat geeft iets geheimzinnig. Ze zijn in gehoorsafstand, ze kunnen horen wat ze zegt, wie ze zal ontvangen. En dat is geeft een heel bijzonder intiem samenspel tussen die drie vrouwen. De ene die thee schenkt, de andere die daar zit te wachten. En geeft toch wel een zekere gelaagdheid aan het beeld.